Lieve mensen, ik breng hier een korte schets van Guido's leven om duidelijk te maken hoe eenheid, verbondenheid en liefde belangrijke thema's waren in Guido's leven en later ook in zijn liedjes. Guido werd geboren in 1940, een jaar van uiterste verdeeldheid en geweld in de wereld. Hij vertelde me altijd hoe hij constant huilde als baby en enkel stil te krijgen was door de fonoplaat met het lied Boom van Charlotte Trenet. Ja, dat is natuurlijk een lied dat direct met het hart heeft te maken. Muziek werd een rode draad in zijn leven, maar hij kon er steeds op terugvallen. Hij vond er troost in en ook zijn vreugde kon hij erin uiten. Vader en moeder Cassiman en de vijf kinderen, ze maakten veel muziek. Guido kreeg zijn eerste gitaar en onverwacht wonnen hij, zijn zus Emmy en zijn broer Jean-Jacques een wedstrijd. Trio Cassiman was geboren. Als radiopionier en later als producer gaf Guido een pak talenten een kans op de radio. Hij bleef op de achtergrond. Al maakte hij talloze muziekjes, liedjes en teksten die in radioprogramma's zijn gebruikt. Ook aan een gordelied heeft hij nog meegesleuteld, in samenwerking met Wiltura. Ondertussen zong Guido met de trio Cassiman een aantal LP's bij elkaar. In alles wat hij via radio en muziek deed, was de rode draad van verbondenheid te vinden. Er kwam echter een moment in zijn leven waarin hij zijn draai niet vond. Een LP die hij bij zijn vriend hoorde, raakte hem diep. Zijn nieuwe interesse voor Russisch-orthodoxe muziek zorgde voor een intense verbinding in het ensemble Gospody dat hij mee oprichtte. Het project kende veel succes, maar was eigenlijk de overgang uiteindelijk naar iets anders. Ook zijn werk liet Guido vrij onverwacht los. Hij maakte bewust de keuze om als troubadourzanger door het leven te gaan, toen de stilte dieper in zijn leven kwam. En daarover vertel ik in een volgende opname.